Ja, wanneer heeft FC Groningen voor het eerst contact met jou opgenomen? Dat was eind december, eigenlijk al heel snel nadat ik bij Ajax op non-actief ben gesteld. Dus dat was vlak voor de kerst, heb ik eerst via sms en daarna telefonisch contact gehad met Ron. En daaruit vloeide voort het gesprek met Danny. Nou ja, en van het een komt dan het andere gesprek met Hans en met Ron samen. Dus een stuk of 4, 5 gesprekken gevoerd. En ja, toen waren we eruit. Dus we waren eigenlijk volgens mij al vrij snel in januari. Februari waren we er al uit. Ja. Dus dat was mooi snel, ja. Ja, dat is een goed teken als je er snel uitkomt. Ja, nee, maar dat is het ook. Ik bedoel, het leek mij een... Kijk, het gaat ook om het perspectief wat je geboden krijgt. En je moet ook van jezelf weten waar je kwaliteiten liggen, maar ook vooral weten waar ze niet liggen. Nou, en in gesprekken merkte ik al wel dat de behoefte was dat ik op mijn kracht zou worden ingezet. Ja, dan lijkt het me een enorme mooie uitdaging om daar dan ook mee aan de slag te gaan. Wat is jouw kracht? Nou ja, ik denk dat ik op het veld redelijk mijn, ik noem mezelf, ja, veldtrainer weet ik niet. Tactisch denk ik ook wel, bij de wedstrijden ook wel in de gaten heb wat er allemaal gebeurt. Maar vooral ondersteunend. Ik heb geen enkele behoefte om op de stoel te gaan zitten van de hoofdtrainer. Heb ik de leeftijd ook niet meer voor. Maar dat heb ik ook wel gezien. Ik ben begonnen als jeugdtrainer. Eindig dan als assistenttrainer. Maar ik heb gemerkt, zeker ook bij Ajax, en dat zal misschien nu ook anders zijn. De mooiste tijd heb ik gehad bij Go Ahead toen ik daar de jeugd deed van onder 19. En toen ik bij Ajax kwam, merkte ik dat het ook weer ging om opleiden, beter worden. Ja, en dat zijn ook de ambities van deze club. Dus daar wil ik graag aan meewerken.